Wow. Hey Ronald. Goedendag. Hoe is het? Ken je die grap van die mensen die gingen trouwen? Nee, vertel. Die gingen niet. Waar gingen ze dan heen? Naar Oostenrijk en Italië. Ook leuk. Goedemorgen, mijn lieve vrienden. Nou, we zijn dus aan het lopen hier. En ik vind het hier dus echt heel erg mooi. Kijk, daar is de zoogsfietsen. En een leuke alm. En daar is Wil. Dit is toch echt niet te beschrijven mooi. Kijk die weerspiegeling in het water. Heel helder water. Het zal ook wel heel koud zijn. Maar echt fantastisch. Het is schijnbaar 9 meter diep. En Ronald is gisteren tot een ontdekking gekomen. Want je hebt niet alleen hoogtevrees, maar wat heb je nog meer? Dieptevrees. Daar staat gewoon. Ja, wil niet van. Toch vrij indrukwekkend vind ik. Je hebt hier trouwens echt heel veel oude gebouwen. Hé, hey, Gitsje, wat zeg je ervan? Ja, weet je de weg? Ja, nee. Oké. Okay. Waar gaan we naartoe? Dat kan je echt niet zeggen. Het is een familievlog, Ronald. We zijn nu boven op het slot met dit uitzicht over Salzburg. Best wel vet. Mooie berg op de achtergrond. We zijn bij het mooie Wolfgangmeer. Kijk hoe vet hier. En daar is Ronaldje. Want we hebben net allemaal lekkere dingetjes bij de supermarkt gehad. En zijn nu aan het lunchen. We gaan zo beginnen met lopen. Als het goed is, komen we met dat bootje terug. We zijn hier op een uitkijkpunt. Best wel mooi. Ik moet zeggen, het kostte wel een beetje moeite, want we hebben gisteren een paar halve liters bier gedronken. En daar zit Ronald en die heeft al serieus 5 keer tegen me gezegd dat ik naast hem op het bankje moet gaan zitten. Ik heb niet bij de hand. Goedemorgen, we zijn nu bij de Cinque Terre in het eerste dorpje Monterosso. We gaan zo hiken, maar eerst even een ontbijtje. En ik vind dit dorpje al echt zo verschrikkelijk mooi. En we gaan, ja, er zijn er nog 4. En we gaan zo dadelijk hiken van dit dorp naar de andere. Dit prachtige dorp wat je nu voor je ziet is Manarola. Het is het toeristische dorp. Echt, je struikelt hier over de mensen. Het is niet eens hoogseizoen. Maar het is wel echt heel mooi. Kijk dan naar deze jongen. Die is een beetje beu. Hij heeft een beetje warm. Ik denk dat hij verder wil. Klopt dat? Dus check die armpjes. Dit is onze prachtige locatie in San Gimignano in Toscane. Wat nog mooier is, is het uitzicht. Daarachter zie je het dorpje San Gimignano. Ik ga even inzoomen. En nog een beetje. Het is een middeleeuws dorpje, is echt een soort Game of Thrones-achtig. Wat ga jij eten? Afrika banana. Het klinkt heel simpel, maar ja, het is best chic. En ik... Mij ziet er misschien niet zo smakelijk uit, maar wat had ik ook alweer? Een pannenkoek. Kerst. Ja, met? Met truffel roomsaus en truffel. We zijn in de Chianti-regio, midden in Toscane, echt een wijnregio. Dan heb je echt dus hele mooie wijngaarden van die heuvels hier.
We hebben al best wel een stuk gefietst. Ik voel het al een beetje aan mijn kont. Maar het is wel echt tof hier. Hey Wiltje. Oude Marco Pantani. Cipollini. Die bestaat volgens mij niet. Cipollini is gewoon een worstje of zo. Kijk hoe vet. Een soort maanlandschap en daarachter zie je een dorpje, daar moeten we naartoe fietsen. En wat is daar, Ronald? Ronald wil bier gaan drinken in de wijnbar. Hey, komt iemand aan? Oh jee. Wow, is dat fast bike room? Ronald, je kent toch een kunstje laten zien?